jullie weer naar een nieuwe video van mij kijken. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik deze make-up look maak. Een hele kerstige make-up look. En die heb ik gemaakt met allemaal producten die ik bij Make-up Revolution heb besteld. Het is een buitenlandse webshop met echt prachtige producten. Onwijs betaalbaar en heel veel dingen die zij verkopen zijn ook dupes van de duurdere make-up merken. Via PayPal bestellen gaat heel snel en daarnaast heb je dan ook aankoopbescherming. En dat betekent dat mocht er onverhoopt wat misgaan met je bestelling, dat je daar gewoon een vergoeding voor krijgt. Dus je bent dan sowieso niet je geld kwijt. Dus ben je benieuwd hoe ik deze look heb gemaakt? Kijk dan zeker verder. Als eerste ga ik beginnen met een primer en dat zorgt ervoor dat de basis voor je foundation gelegd wordt, waardoor je foundation wat mooier verdeelt en ook beter blijft zitten. En dit is de Anti-Shine Balm en hij zit in een heel erg mooi zwart doosje met gouden letters. Er zit een sponsje in en ik ga het maar gewoon hiermee aanbrengen. Ugh, wat een gekke textuur, het is echt heel jelly ofzo. Meestal zit er wel siliconen en zo in primer. Dan is het tijd voor de foundation en ik gebruik The One Foundation. En deze belooft een volledige dekking en een matte finish. En die volledige dekking kan ik nu denk ik heel erg goed gebruiken, zoals je wel ziet aan mijn huid. Hij heeft zo'n soort tuitje en dan kun je het gewoon op je hand druppelen. Wow, dat is vloeibaar. Hoor dan. Ik weet niet of dit hoort. Ik hoop maar dat ik hier iets mee kan bereiken. Ik ben er een beetje bang voor, maar we zullen het zien. Wat raar dit joh, het is echt heel nat. Oké, ik denk dat deze een beetje een te rozige ondertoon heeft voor mij. Kijk maar, als je kijkt naar mijn nek is hij een stuk geler. En vooral omdat ik nu rode plekjes op mijn huid heb, ja, doet hij dan eigenlijk veel te weinig. Het lijkt eerder alsof ik crème opdoe. Dus ik ben hier niet zo heel erg enthousiast over. Gelukkig heb ik ook nog het concealer paletten besteld. Dus ik moet dan maar gewoon heel veel concealer gaan gebruiken, denk ik. Om nog een beetje een dekkend resultaat te krijgen. Die heb ik in de kleur Light. En hierin zitten dan alsnog heel veel verschillende tinten. Dus je vindt dan eigenlijk het hele jaar door wel een match. De lichtste kleur doe ik onder mijn ogen als highlightkleur. Nou, oké, ja. Het resultaat is iets beter, maar ik ben echt nog steeds niet heel erg onder de indruk. Het voelt meer alsof je er een kleur op doet die dan vervolgens verschuift. Het is heel jelly-achtig. En ja, ik hoop dat de poeder dan nog het wat beter kan maken. Poeder in de kleur porselein, de lichtste kleur. Er zit een sponsje in, maar deze ga ik gewoon lekker met mijn eigen poederkwast doen. Oh, dit vind ik wel heel mooi. Dit maakt het zo in ieder geval een stuk matter. En ik heb het idee dat het ook nog een laagje dekking geeft. Hier kunnen we wat mee. Dit is dus wel echt een aanrader wat mij betreft. De Revolution Pressed Powder. Dit is ook super spannend, want ik heb ook een product voor mijn wenkbrauwen gezocht. Om ja, toch echt een complete look met Make-up Revolution te doen. Maar ik gebruik altijd hetzelfde wenkbrauwpotloodje en dat vind ik echt de perfecte kleur. Dus ja, als deze daarbij in de buurt komt ben ik al blij. Dit is het Awesome Jewel Brow Ultra Brow Arch and Shape potloodje, dingetje. En de kleur is fair. Het puntje is, voor zover ik het nu kan zien, ziet er een beetje assig uit. In ieder geval niet te rood, dat wil ik ook echt niet. Dus daar heb ik vertrouwen in en het is een soort jelly structuur. Oh, die glijdt er wel makkelijk overheen. Deze kant is altijd lastiger. Hebben jullie ook altijd één goede wenkbrauw en één minder goede? De kleur lijkt goed, jongens. I'm happy. En dan zit hier een soort van stipdingetje. En daarmee kun je allemaal ja, je haartjes tekenen, invullen. Ik ben zeker niet ontevreden over de kleur en over hoe die werkt. Dus het geeft ook wel een heel natuurlijk effect, omdat het niet zo'n harde lijn is. Dan bestelde ik oogschaduwbasis en die kwam echt in een enorme tube. Kijk dan. Maar wel een hele leuke roze tube. Dus nou ja, we gaan het zien.
wel mooi. Hij is niet zo oranjeachtig als die van Essence bijvoorbeeld. En hij maakt het mooi effen op mijn ooglid, zie ik. Ik ga het Makeup Revolution Flawless palet gebruiken met maar liefst 32 prachtige kleuren, vrij neutraal. Ik pak als eerste deze kleur met een fluffy kwastje voor in de arcadeboog. Met een platte oogschaduwkwast pak ik deze gouden kleur. En die breng ik deppend aan op de binnenste helft van het bewegend ooglid. Daarna pak ik deze tint en die is net wat meer brons dan goud. En die breng ik op de buitenste helft aan van het bewegend ooglid. Ik zie echt een super gave kleur die ik echt graag wil gebruiken. Dat is deze. Dus die ga ik nu met een stevig kwastje aanbrengen. Heel goed blenden is wel echt een must. Vooral de randjes. Op het wenkbrauwbos breng ik deze kleur aan. En ik ga voor deze hele lichte gouden kleur, bijna parelmoerachtig voor de binnenste ooghoeken. Op de onderste wimperrand doen we ook weer deze bronzen kleur. Een beetje van die plumkleur ga ik er doorheen doen. En aan de binnenkant de gouden kleur. Dan is het tijd voor de eyeliner. Ik gebruik deze liquid eyeliner van Makeup Revolution. Er zit een soort kromming in, dat is super handig. Zo, de eyeliner zit er mooi op en hij werkt echt fijn, want het puntje is een beetje gebogen. Waardoor hij heel mooi de vorm van je oog eigenlijk, ja, nagaat. En de mascara die ik heb gekozen is de Amazing Curl Mascara in Black Brown. Ik vind de mascara niet heel geweldig. Kleur vind ik wel mooi en hij krult mijn wimpers inderdaad goed. Maar ik mis wel echt een beetje wat volume en ja, net wat meer intensiteit. Maar goed, we gaan verder met de rest van het gezicht. En dat ga ik met dit fijne paletje doen met een bronzer, highlighter en een blush. En dit is de Ultra Brightening Contour Kit. En dit is Ultra Fair nummer 1, dus de lichtste kleur. Oh, de blush is echt heel mooi. Super mooie warme kleur. De bronzer vind ik ook mooi, niet te oranje. En als laatste de highlighter. Dan doe ik altijd op de zijkant van mijn blushkwast. Nou, zeker weten een aanrader. Ik ben hier echt helemaal fan van. Echt top. En dan heb ik nog twee lipsticks gekozen. En dit is de kleur Ruby. En dit is de kleur Reckless. En Ruby is een felrood en Reckless is echt vampy rood. Oké, nou Ruby krijg ik gewoon niet omhoog uit de verpakking. Dat is heel raar. Ik weet niet wat het is, dus we gaan gewoon dan toch voor Reckless. Ook hartstikke leuk. Hij zit erop. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Hij dekt prachtig. Voelt fijn aan op de lippen, dus ja, de lipstick ben ik ook heel erg enthousiast over. En dan nu de winactie, want net als de vorige keer mag ik weer 2 keer 50 euro PayPal shoptegoed aan jullie weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is geabonneerd zijn op mijn kanaal en de volgende vraag te beantwoorden. Als jij 50 euro PayPal shoptegoed wint, naar welke webshop zou jij dan gaan en wat voor make-up product zou jij als eerste ja, in jouw winkelmandje leggen. Dus wat staat er echt op jouw wishlist? Daar ben ik heel benieuwd naar. Vergeet dan ook niet je Twitter of Instagram of iets anders waarop ik jou kan benaderen als je gewonnen hebt achter te laten. Want ja, dat is natuurlijk wel zo handig. En dan was dat het voor deze video. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doeg! En ik ga jullie een paar cadeau-ideetjes geven voor de feestdagen. Die sowieso denk ik voor de meeste vrouwen wel leuk zijn. Of het nou je moeder, een vriendin of je zusje is.